Laat me gerust. De buitenwereld heeft mij niets meer te bieden. Janssens, we hebben je nodig. En koop niet aan de deur. Je hebt geen deur. Je hebt een kale gordijn. Beauty and Brains. En dan nog eens een lekkere kont. Kalm aan, Casanova. Ik ben inspecteur. Het antwoord is nee. Ik heb mijn politieleven achter mij gelaten vanwege een traumatische ervaring betreffende een familielid en of kind. Jij bent een flik, godverdomme. Gerechtigheid stroomt door jouw aderen. Dat zal nooit veranderen. Nooit. Ah, sorry. Het is te vroeg. Sorry. Ik dacht even dat iets... Sorry. Sorry. Het is goed. Ik doe mee. Ik doe mee. We gaan de zaak oplossen. De vader, ik doe mee. We hebben uit anonieme bron vernomen dat er hier een ernstig misdrijf staat te gebeuren. Hier? In het o zo rustige vakantiepark? Sta hier niet blind op de idyllische paradijselijkheid van dit vakantiebestaan. Als er hier iets staat te gebeuren, is er maar één plek waar we kunnen te weten komen wat. Staanplaats te huur, kittens te koop. Oh, fuck. Dit brengt ons geen meter verder en de klok tikt. Janssens, het is nog erger dan we dachten. Wat? Speed. De drugs? Nog erger. De film. Op DVD. Fuck. Vandaar waarschijnlijk deze flyer over een filmavond komende vrijdag van de film Speed. Godverdomme, hè. Passie, actie, bulk. Als er één publiekstrekker is, dan is dit hem wel. Het virus zal losgaan als een lopend vuurtje. Welke zieke geest gaat er nu zo'n flagrante overtreding? Hey, jij daar! Staan blijven! Ik dacht het al. Ongepopte popcorn. Smerige klootzak. Nee, ik eet dat gewoon graag zo. Ja, en ik ben jazz-sensatie Michael Bublé. Toon maar dan. Godverdomme, Janssens, denk aan zijn gebit. Stop! Ik beken. Jullie zijn te goed. Ik geef de kornpoppen. Godverdomme, ik ging niet stoppen met de korte poppen totdat de laatste popcornkool gepopt was. Ik ben een monster. Nee, het virus is het monster. Jij bent slechts een pion in haar dodelijk spel. Denk nu maar niet dat hierbij opgelost is, hè. Er komen er nog! Goh, Janssens. Dat was uitstekend politiewerk. Maar, kom aan. Oh, sorry, sorry. Nee, ik dacht nu echt dat er iets... Nee? Sorry, echt. Bedankt om in mij te geloven, de vader. Anytime. Oh, het is nog 21:00. Ik ga even naar het winkeltje voor nieuwe fles sangria. Maak het hier ondertussen niet te bont, hè. Ik zou niet durven. Fuck. Janssens. Het zal toch niet. De bond. Jan de bond. Maak het hier ondertussen niet te bont, hè. Janssens. Wel, wel, wel. Het lammetje begeeft zich in het hol van de leeuw. Klootzak. Hoe kon je? Ik was het. Ik heb die filmavond georganiseerd en het was ook ik die jullie die anonieme tip gaf. Huh? Je hebt me wel verstaan. Ja, maar als jij de filmavond hebt georganiseerd, waarom heb je dan gebeld met die anonieme tip? Dat slaagt toch nergens op. Ah, maar dat is juist de coole twist, hè? Dus ik zat achter alles, snap je? Ja, heel cool, maar je hebt je eigen nu wel de das omgedaan, hè? Ja. Ah, zo dan, ja. Ja, dat klopt. Oh, fuck.